gaan eerst langs voor een inventariserend gesprek bij de klant. Dus dan letten we op alle randvoorwaarden waar we te maken mee krijgen. Dus het licht, ophangsysteem, de kleuren, de grootte van het pand. En dan, nadat wij een voorstel hebben gedaan, komen ze langs om de selectie te maken. Dus om de kunstwerken uit te zoeken. En daarna gaan we met de selectie naar de klant toe. En dan hangen we het op. Hedendaagse collectie, dat wil zeggen we richten ons op hedendaagse kunstenaars die nu werken en leven in Nederland. Ze zeggen zelf dat de collectie van hoge kwaliteit is. Vraag je natuurlijk wat is dan die kwaliteit, maar die kunnen we toetsen natuurlijk ook aan of kunstenaars vertegenwoordigd zijn in bijvoorbeeld museale collecties, of ze werk presenteren bij galeries, of ze vertegenwoordigd zijn op beurzen. Dat houden wij natuurlijk goed in de gaten en zo. Ja, hebben wij een netwerk van kunstenaars om ons heen verzameld. En de nadruk ligt dus heel erg op hedendaags. De KPMG als klant en die hebben landelijk een kantoor over heel Nederland. Maar in Den Haag natuurlijk veel ministeries, maar ook advocatenkantoren, tandartspraktijk varieert. En ook van één kunstwerk tot 100 kunstwerken per klant. Wat gaan we doen vandaag? We gaan vandaag naar een klant van ons, de NSOB, om in te richten. Ze hebben kunst uitgekozen en we gaan het vandaag ophangen bij ze. In zo'n gebouw hoogtkunst. Het is een prachtig gebouw en de kwaliteit van het gebouw, de schoonheid van het gebouw en de mensen die hier werken worden in hun kwaliteit alleen maar versterkt door de kunst neer te hangen. Dus dat hadden we vanaf het begin besloten. We willen daar een kunstcollectie in aanbrengen. En ook iets wat je kunt wissen, dus vandaar dat we bij Heden terecht kwamen. En toen zijn we gaan kijken wat hebben ze in het assortiment, zou ik maar zeggen. Waar mogen we uitkiezen toch? Nou, deze die hier staan. Deze. En deze twee van Bas Meerman. Dat zijn die. Ja, deze. Ja. Jongens. En daar. Ja, daar is Jezus. Ja. Want dat is van een kamer. Nou, ik vind het wel leuk als het iets echt knallends is. Dat, En vanwaar de keuze voor Heden? Een paar redenen. De eerste is, het is een Haagse instelling. Tweede is, het is een kunstuitleen, waardoor we wisselende collecties kunnen hebben. En de derde was, dat ook in vergelijking met andere kunstuitlenen, wij vonden dat Heden een erg mooie collectie heeft met vrij veel kwalitatief hoogwaardige kunstwerken. Ja, dit is zo mooi. Ja. En een vierde argument, want dat weet je niet van tevoren, is dat de manier waarop we dat samen met Heden en Florien hebben kunnen uitzoeken en bedenken, ja, dat is buitengewoon plezierig. Ja, of dezelfde hoogte als die andere. Ja. En wat voegt het dan volgens jou toe, kunst binnen een bedrijf? Nou, want het bevordert het werkklimaat, mensen worden geprikkeld, gestimuleerd, het is iets om over te praten. Met je collega's of met klanten die er komen. Nou, niet iedereen vindt het misschien mooi, maar dat is juist ook interessant. Als iedereen het mooi vindt en niemand ziet het eigenlijk meer hangen, dan wordt het een soort behang. Het is juist leuk als het een beetje prikkelt.